Dames en heren, welkom, welkom, welkom bij De Tafel. De Tafel, zoals u al weet, is een productie van Suriname Herald en Rasonic Televisie. Ik ben Joyce Abdullakan, geen onbekende voor u, en ik ben de verzorgster van dit programma. We hebben vandaag, we gaan iemand introduceren, geen onbekende ook hoor, een heel bekende politicus die altijd zijn stem laat horen. Tij en ontij laat hij zijn stem horen als het, hoe het hem uitkomt. En dat is niemand anders dan de heer Mahinder Jogi van de vooruitstrevende hervormingspartij, de VHP. Goedendag meneer Jogi, hoe gaat het met mevrouw u? Mevrouw Joyce, goeiedag. Aigo mama, we met moeite. Long time, hè? Ai, precies. Ik denk dat ik nog niet meer hè? Nee. Ik weet zeker hoe we zouden elkaar zien. Ja. Meneer Jogi, kijk, 2025 hebben we weer verkiezingen, hè? En daarom hebben we u hier uitgenodigd, omdat we willen weten waarom de heer Jogi weer mee zal doen aan de verkiezingen van 2025. Oh, ik heb dat nog niet gezegd, hoor. U hebt dat niet gezegd, maar in de wandelgangen wordt dat gezegd. Ik heb dat nog niet gezegd. Ik doe mijn werk. Oké. Okay. En ik ben in de politiek. En het is de leiding van de VHP dit eindelijk besluit zal nemen. Mm-hmm. En we zullen zien wat het besluit is. We zijn bereid die bijdrage te leveren. Oké, okay. Maar voordat we verder gaan, het zou goed zijn om die kijkers uit te leggen. Wie is de persoon Mahinder Jogi? Nou, simpel. Ik ben kind van een landbouwersfamilie. Mm-hmm. Ik ben geboren in het district Saramaka. Ik denk dat mensen me kennen. En ik heb wiskunde gestudeerd. Ik heb voor de klas gestaan en vanaf mijn 17e was ik in de VHP. Dat is in de eind jaren 70. En we hebben een bijdrage geleverd met de uitzondering van enkele jaren na 1980. En 85, 86 hebben we de draad weer opgepakt. En dat was de eerste vergadering bij wijlen de heer Symbool Soeklaal thuis op Kwata, waar de VHP, de partijen mochten vergaderen en meneer Lachman een toespraak heeft gehouden. Meneer Alwin Moengra was er, meneer Noor Mohammed was er, meneer Sarju was er, meneer Tilakari was er. En zo kwamen we weer bij elkaar een beetje. En de zaak werd opgepakt omdat bekend werd dat in 87 we verkiezingen zouden hebben. En vanaf toen zijn we in de race. Wat heeft u eigenlijk gedreven om de politiek in te gaan? Nou, we zijn van jongs af aan betrokken geweest bij maatschappelijke issues. Heel vroeg zaten we in een jongerenvereniging waar we bleven. Een sociaal-culturele vereniging, we waren actief in Mandirs, we waren actief met Chautal en zo, we waren actief in Natak en zo. Zaten ook in een band en muziekformatie. Dus je bent bezig met die gemeenschap en je ziet een aantal dingen. En wanneer die gelegenheid er is om via een andere plek ook een bijdrage te leveren, dan wil je ook van die gelegenheid gebruik maken. En die gelegenheid hebben we gehad. En we hebben een bijdrage geleverd. We leveren nog steeds een bijdrage naar eer en geweten. Niet iedereen is misschien eens daarmee, maar we leveren die bijdrage. En het vraagt veel van je. En je ziet wel dat je inderdaad een aantal dingen kan doen voor de mensen, voor die samenleving. En dat stemt je goed. U zei dat u 17 jaar jong was toen u de politiek inging, maar wat is dan de trekker geweest om te zeggen, ik ga ervoor? Nee, kijk, de zaak was veel anders vroeger dan vandaag de zaak is. En vandaag, vroeger waren 1 en 2 meetings en vergaderingen genoeg om te mobiliseren. En je had mensen als meneer Sitaram Weilen, de heer Tilakdhari die leeft nog, die waren de mensen die de zaak in Saramaka gingen coördineren. En omdat wij een groep waren, een jongere groep waren, kwamen zij ook bij ons om te vragen, om te ondersteunen. En we hebben gezegd, ja, we gaan ondersteunen, ja. Omdat je vroeger niet veel keuzes had. En gelukkig hebben we ons aangesloten bij een partij die een roemrijk verleden heeft, een historie heeft, een belangrijke partij. Die gaat voor ontwikkeling en ondernemerschap. En wij hadden min of meer ook de ideeën. En wij konden ons verenigen met de idealen. En zo zijn we aangesloten, ja. Er waren meerdere partijen dan de VHP. Toch hebt u ervoor gekozen om
de VHP te ondersteunen. Nee, ik zei u, de ideeën en idealen die kwamen overeen. Mm-hmm. De VHP is een partij geweest die altijd mensen heeft geleerd om hard te werken. De VHP is altijd een partij geweest die mensen niet heeft geleerd om de handen op te houden. En dat was ook onze denken en dat was ook onze opvoeding die wij thuis hebben gehad. De VHP is altijd een partij geweest die is gegaan voor ondernemerschap. De partij die ging voor ontwikkeling, de partij die ging voor het verdrijven of verkleinen van armoede. De partij die altijd heeft gezegd dat we moeten samenwerken met anderen, omdat dit land niet van één bepaalde groep is, maar het is voor ons allen. En wij konden ons vinden achter die ideeën en idealen nogmaals. En we zijn aangesloten, we hebben meegewerkt, we hebben geholpen. En niemand kan de VHP betrappen tot de dag van vandaag op een stukje verraad of woordbreuk. En wat wij ook hebben geleerd uit de heilige boeken en geschriften is namelijk het gegeven woord moet je gestand doen. Dat is een deel van onze cultuur. Dat hebben we geleerd. En dat was ook de zaak die primair was bij de VHP. En dat hebben we ook gezien bij meneer Lachman. Het gegeven woord was hem heilig. Wat er ook gebeurde. Wanneer hij heeft gezegd dat hij de leider van de NPS terug gaat geven aan de NPS. Na de val van de NPS. Omdat de heer Findlay alle 10 zetels in Paramaribo had gewonnen. Heeft meneer Lachman ervoor gezorgd dat meneer Pengel gekozen is geworden in Saramaka. In die tijd moet je gezag hebben als leider. Hij heeft risico's genomen, maar hij was zeker dat hij gezag had als leider gezag had. En dat hij inderdaad zijn woord gestand heeft gehouden door meneer Jopie Pengel terug te brengen in de Staten van Suriname. Dus ik weet niet van hoeveel partijen in Suriname wij dat kunnen zeggen. Dus dat zijn dingen die ons bekend leken. En daarom hebben wij ons aangesloten. Er waren meerdere redenen om ons aan te sluiten. En toch zie je dus dat vele mensen dit hebben vergeten, hè? God heeft mensen verschillende dingen meegegeven. Een van de dingen die God mensen ook heeft meegegeven is vergeten. Maar jammer genoeg vergeten mensen datgene wat ze niet moeten vergeten. Ja, kijk u meneer Doogje, als we kijken naar het politieke landschap, hè, en als we kijken naar wie allemaal gekozen worden in het parlement, hè, dan zie je toch wel dus dat er een duidelijk verschil is. Kijk, wanneer de jongeren nu die gekozen worden een wat moeten zeggen bijvoorbeeld, dan zie je dus dat ze schoorvoetend gaan naar het spreekgestoelte of opstaan om wat te zeggen. Terwijl vroeger had je dat niet. Als je vroeger het parlement aan zet had, dan had je een Rogers, je had een Noor Mohammed, die eigenlijk geen blad voor hun mond hielden en gewoon dingen zeiden zoals het was. Wat schort eraan nu dat de jongeren dat niet hebben overgenomen? Nou, ik kom ook van die school, dus inderdaad weet ik dat. En wat belangrijk is, dat je moet gaan studeren. Ja? Je moet onderwerpen je eigen maken, je moet je gaan oriënteren. Ik heb gezegd, niet wanneer je op de lijst bent geplaatst van een politieke partij en gekozen bent tot parlementariër, je dan politicus bent geworden. Hm. Je moet jezelf maken tot politicus en dat is jouw arbeid die je verzet. En om arbeid te verzetten, moet je voorbereiden, je moet studeren. Je leest den sani, je begrijpt den sani. Toch? En dan kan je inderdaad over meerdere onderwerpen praten. Maar dat betekent ook dat je ready bent om elk moment in actie te komen in het parlement. Toch? Ik kan dat, dat weet ik van mezelf zeker. Ik kan dat, elk moment. Welk onderwerp ook aan de orde is in het parlement, ik kan mensen van repliek dienen. Maar dat komt omdat je die ervaring hebt. Maar je zou die ervaring ook niet hebben als je niet aan zelfstudie had gedaan. Als je niet op onderzoek was uitgegaan. Je moet gaan studeren, zo simpel is het. En natuurlijk moet je durf hebben. Ja. Je moet die angst niet hebben om voor het publiek en bij het publiek en in bijzijn van het publiek te spreken.
Ik ben van huis uit leerkracht geweest, dus ik heb geleerd om te praten voor de klas. Dat helpt natuurlijk. Ja, we merken het duidelijk in het parlement dat meneer Jogi geen blad voor de mond houdt als hij wat moet zeggen. Je moet het zeggen. Al moet hij de zaal uitgezet worden, maar helemaal hij gaat praten. Geen probleem, natuurlijk. Al lopende uit de zaal gaat hij nog praten. We gaan tot het uiterste, omdat het in het belang is van het land. Ja. Meneer Jogi, we gaan nu richting verkiezingen komend jaar 2025. De vraag die reist, gaat meneer Jogi zich nog kandidaat stellen? Want mensen zeggen, ja, meneer Jogi, het is genoeg, geef anderen de kans. Maar wat zegt u zelf? Wanneer het land mij nodig heeft om een bijdrage te leveren en mijn partij heeft me nodig om een bijdrage te leveren, dan gaan we die bijdrage leveren. Dus je gaat voor die 60. Het is niet als een arts 60 is geworden, gaat hij niet met pensioen. Nee. Notaris ook niet, zelfs de rechter gaat tot 70 jaar. Dat merken we. Dus wanneer je een bijdrage kan leveren en dat wordt gewaardeerd en je partij heeft je nodig, dan moet je die bijdrage leveren. Wanneer de tijd daar is, zullen we zien. Tijd en omstandigheden doen besluiten. U maakt deel uit van het hoofdbestuur en we gaan nu naar een ander soort kiesstelsel. En je weet zelf wel dus dat dat kiesstelsel ervoor zal zorgen hoe de partijen zullen komen aan hun zetels. Net wat ik zei, je maakt deel uit van die VHP. Hoe kijk je daarop? Laat me u aangeven dat dit kiesstelsel, dat de basisgedachte van het landelijke evenredigheidsstelsel is ingegeven door Weilen, voorzitter van de VHP, meneer Lachman, voordat hij voorzitter was van de VHP. 28 juni 1947 heeft meneer Lachman het publiek toegesproken aan de Pandit Tilak Dhariweg op een openbare school, waar verslag wordt gedaan aan de gouverneur door een deurwaarder in opdracht van de districtscommissaris van Komowijnen toen, dat een zekere Lachman heeft gesproken en dat er gezegd is geworden, 1. Geen autonomie zonder algemeen kiesrecht en dat we moeten gaan voor de landelijke evenredigheidsstelsel. En het heeft 75 jaar geduurd. En vandaag heeft de VHP 20 zetels en het is ons gelukt om datgene waar wij aan de wieg hadden gestaan 75 jaar geleden, om dat een feit te laten zijn. Natuurlijk met andere politieke partijen die ook hebben meegewerkt. U weet dat nadat het Hof heeft aangegeven dat enkele artikelen uit de kiesregeling onverbindend zijn verklaard, met andere woorden niet meer van toepassing zijn, dat men de poppen aan het dansen heeft gehad in politiek Suriname. En iedereen keek uit van wat gaat er gebeuren en hoe gaat het gebeuren. En de president is begonnen om de commissie Limapo in het leven te roepen. Daarna heeft mevrouw Esset ook het initiatief genomen met meneer Mendeszoon om sessies te houden met politieke partijen. Ideeën zijn bij elkaar gebracht, discussies zijn er geweest. Voorstellen zijn ingediend in het parlement door de NDP-fractie, door de VHP-fractie, door de ABOP-fractie. En toen dacht men van wat gaat er nu gebeuren? Maar u weet, de VHP is een partij met veel wijsheid. En wij gaan altijd voor het groter belang en voor het volksbelang, dat hebben we altijd gedaan. En uiteindelijk zijn wij ook begonnen om te praten met mensen. En gelukkig hebben we kunnen overtuigen dat het stelsel zoals nu, dat van landelijke evenredigheid, toch één is die in belang is van elke politieke organisatie. Groot, klein, het is in het belang van elke politieke organisatie. En uiteindelijk hebben we dat voorstel ingediend in het parlement, samen als coalitie, samen met de NDP ook. Dat is een mijlpaal historisch voor Suriname. En dat we dan goedkeuring hebben gegeven in het parlement, meer dan 24 stemmen, 34 stemmen, dat vereist was. En nu hebben we een kiesstelsel. Een kiesstelsel die niet meer is zoals het districtenstelsel. In het districtenstelsel was het zo dat je 10 kiesdistricten hebt
En dat je dan in elke district een aantal parlementszetels hebt ter beschikking. En politieke partijen gaan strijden in de districten om te kijken hoeveel zetels ze in een district kunnen halen. Nu is het zo dat er één kiesdistrict is en dat is Paramaribo met 51 zetels. Dus nu gaat elke politieke partij een lijst indienen met 51 namen maximaal. Bepaalde politieke partijen zullen misschien niet in staat zijn om 51 kandidaten te vinden. Dus ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Maar in elk geval heb je nu de ruimte om een lijst in te dienen met 51 kandidaten. En waar u ook woont in het land, u bent in de gelegenheid om één van de hokjes te kleuren voor één kandidaat. Eén keer gaat u kleuren. 51 mensen op de lijst. En als u vindt van u moet kleuren voor meneer Santokki, dan kleurt u voor meneer Santokki. Punt. Niks meer. Als u vindt dat u moet kleuren voor meneer Sampi, dan kleurt u Sampi. Niks meer. Dus op één natuurlijk gaat die voorlichting komen, maar feit is, het systeem is gewijzigd. Eén kiezerslijst, één kandidatenlijst met 51 namen. Je stem en alle stemmen landelijk worden op één hoop gegooid. Dus we gaan tellen. In Nikeri hebben, of in Suriname hebben 20 politieke partijen meegedaan. 1 tot en met 20 bijvoorbeeld. En de verkiezing is al geweest. En om het makkelijk uitvoerbaar te maken, gaan we het systeem van de districten handhaven bij het stemmen. Dus de mensen van Nikeri stemmen in Nikeri, de mensen van Saramaka stemmen in Saramaka, de mensen van Alin, dat het een beetje makkelijk aan toe gaat. Omdat je ook die oproepingskaarten moet bezorgen, dus dat systeem blijft zo. En als we gestemd hebben, dan gaan we tellen. Partij 1 heeft in Nikeri 1000 stemmen. Partij 2 heeft 500 stemmen. Partij 3 heeft zoveel stemmen. Dat gaan we landelijk zo optellen. En dan gaan we alles bij elkaar brengen en zeggen, oké, partij 1, dat is de VHP. Die heeft 180.000 stemmen gehaald in Suriname. Partij nummer 2 is die partij en die heeft 40.000 stemmen gehaald. Partij nummer 3 is die partij die 3.000 stemmen heeft gehaald. Zo gaan we kijken en op basis van aantal stemmen is een heel model ontwikkeld, rekenkundig, hoe je dat gaat herleiden. En op basis daarvan dus krijgen mensen dan de zetels. Dus het wordt toch een hele optelsom? Nee. Het is simpel. Kijk, nu wordt die deling ook gemaakt. We zeggen bij voorkeur en grootste gemiddelde. Dus die grootste gemiddelde wordt uitgerekend zoals dat vroeger werd uitgerekend. Dat is het. Je kan ook mensen op basis van voorkeur, zoals dat vroeger ook was, gekozen verklaren. Wie de landelijke, nu heb je één kiesdeler en dat is de landelijke kiesdeler. Het aantal goed uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te delen zetels. Dat is die landelijke kiesdeler. Als we, rekenkundig om het makkelijk te maken, als we 510.000, zoveel kiezers hebben we niet, maar als we 510.000 goed uitgebrachte stemmen hebben, en je hebt 51 zetels om te delen, dan ga je delen 510.000 gedeeld door 51, 10.000. Dat is die quotient. En wie 10.000 heeft, heeft dan die landelijke kiesdeler gehaald. Een kandidaat die dan 10.000 of meer heeft, komt met voorkeurstemmen binnen. Anders gaan we de lijstvolgorde hanteren. Nummer 1 en dan nummer 2 op de lijst en 3 en 4 en zo. Ik had eerder gewild dat mensen gekozen verklaard konden worden op basis van aantal uitgebrachte stemmen. Want, wat zegt dit nieuw stelsel? Dit nieuw stelsel zegt dat alle stemmen gelijk zijn. Ja. Als iemand op nummer 4 is en heeft 4000 stemmen of 3000 stemmen, maar iemand op nummer 28 heeft 6000 stemmen. Wie moet binnenkomen? Wat heeft die kiezer gezegd? Volkswilde. Wat heeft die kiezer gezegd? Die kiezer heeft gezegd, die man met 6000. Maar de wet zegt, nee, die 3000 moet binnenkomen omdat dat de lijstvolgorde is. Persoonlijk vind ik dat wanneer het zo zou zijn dat mensen met aantal stemmen gekozen verklaard konden worden op basis van het aantal stemmen in volgorde, wie de meeste heeft en daarna die en daarna die, dan zouden alle 51 kandidaten op een lijst hard werken. Dat zou die politieke organisatie ten goede komen.
Maar alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezing, alle kandidaten van alle politieke partijen zouden hard werken omdat iedereen een kans zou zien om binnen te komen. Maar wanneer u nu als politieke organisatie een taxatie maakt voor jezelf en zegt, hé, Modoro, 10 zetel. Dat betekent nummer 1 tot 10 kan binnenkomen. De rest dan? Dus die man komt op jouw vergadering. Maar hoe zeg je aan hoe ik voorstellen dat je bent dat? Maar drinken cola, maar je man bara, maar goeie. Om te kijken van, na de verkiezing wil ik een positie hebben. Dus kom zo mijn visie. Want dan ga ik zeggen, ik heb hard gewerkt voor de partij. Maar dit stelsel is al goedgekeurd. Mm-hmm. We moeten nu daarmee gaan werken. Het is belangrijk dat we na 75 jaar inderdaad iets hebben gehad. Waar heel lang de wens voor bestond. In Nederland bijvoorbeeld hebben we vanaf 1917 die landelijke evenredigheidsstelsel. Het is nu op dit moment... En zeker voor de toekomst, voorlopig, de meest rechtvaardige kiesstelsel. Meneer Dewey, verwacht je dan andere resultaten bij de komende verkiezingen met dit kiesstelsel? Een politieke partij moet een aanhang hebben. Mm-hmm. Mensen moeten kunnen stemmen op een politieke organisatie. Welk stelsel je ook hebt, en dat hebben we gezien in het verleden. Maar als je geen mensen achter je hebt, dan in hoeveel niks. En natuurlijk gaat dit stelsel het resultaat een beetje anders laten zijn op basis van het aantal stemmen dat je gaat krijgen. Daar gaan wat wijzigingen komen, zonder meer. Het is de eerste keer, nu al zeggen we, er gaan wat wijzigingen komen. Met voorbeelden kunnen we dat ook aangeven. Maar ik denk dat we met z'n allen in goed vertrouwen, met goede moed, moeten gaan voor dit nieuwe stelsel. We hebben geen keuze, het is al goedgekeurd. En laat ons hard ons best doen. Als politieke partijen, als leden die op de lijst komen straks, kandidaten, Kourokotranga. Hoeveel zetels verwacht u voor de VHP? De VHP moet minimaal 26 zetels krijgen. Minimaal 26? Ja. En ik ga u zeggen, mevrouw Joyce. Waarom? In de politiek, zei meneer Rogers, toen we in het parlement kwamen. Eerste, je moet hier... goed kunnen optellen en aftrekken. Mm-hmm. Je moet hier goed kunnen optellen en aftrekken. Ja. Wanneer u 26 zetels heeft, gaan anderen achter u aanlopen, dat zegt Jogi. En mensen kunnen met mij eens zijn of niet eens zijn, dat is hun mening. Ik zeg dat. En wanneer je minder dan 26 hebt, zal je achter anderen moeten aanlopen. We zien dat nu. Wij hebben 20 zetels. Ons systeem is zo dat we 51 zetels hebben en dat 26 de helft plus 1 is. Ja. Dus wie 26 heeft, kan besluiten nemen. We hebben twee typen besluiten die we nemen. Eén is namelijk met gewone meerderheid. De andere is met 2/3 meerderheid. Dat zijn bijzondere zaken, maar weinig zaken. De meeste zaken, regulier en begroting... wetten, die doe je met 26. Dus als je 26 hebt, kan je in je eentje besluiten nemen. Dat willen wij niet. De VHP is een partij die niet uit is op macht. Het is een partij die wil besturen samen met anderen op basis van gezag, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Dat is wat we zijn. Maar die 26 heb je nodig. Omdat niet alle politieke partijen gelijkgericht zijn. Niet alle politieke partijen hebben dezelfde mening. Niet alle politieke partijen hebben dezelfde visie. Niet alle politieke partijen, hun oriëntatie is één van luister. Wat ik doe is inderdaad in het belang van het land Suriname. En haar ontwikkeling en haar bevolking. Niet iedereen is zo. Andere politieke partijen beginnen op de eerste dag al campagne te voeren. En het land achterlaten. En kijk vandaag aan de dag bijvoorbeeld. De politieke partij waarnaar iedereen kijkt, en misschien ook daarom veel kritiek op onze president, dat is de VHP. Omdat er historisch een verwachting is in die samenleving van de VHP en over de VHP. Dat VHP de partij is die inderdaad die richting zal geven en moeten geven. En dat hebben we al gedaan. We hebben dat gedaan in 1948. Bij algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. U weet dat we toen hadden
passief kiesrecht, census kiesrecht en capaciteitskiesrecht. Census betekent mensen die een bepaalde belasting gingen betalen, mochten een stem uitbrengen. Ja. Mensen met een ULO of meer capaciteitskiesrecht mochten gaan stemmen. Toch? En men heeft dat zo gehouden. En toen heeft men dat men gezegd, nee, algemeen kiesrecht. Hij is ervoor gegaan. Hij werd ondersteund door meneer Iding Sumita later. En later door Pater Weidman, maar ook door de mensen in het Nederlandse parlement. En toen hebben wij algemeen kiesrecht gehad in Suriname voor mannen en vrouwen. En ik ga je zeggen, geen enkele politieke partij in Suriname tot laatst nog was van die inborst. Die zou kunnen zeggen van ai, voor iedereen. Na de val van meneer Pengel, toen Fintri, winners take all. Toen al was het zo, dat wanneer je die gelijkheid had, elke stem hetzelfde gewicht, zou de uitslag van verkiezingen anders zijn. En bepaalde politieke partijen hebben altijd de macht bij zichzelf wel voor willen houden. Want als je 10 zetels in Paramaribo kan krijgen, en in ene Marwijne, ene Coroni, en je hebt 21 zetels in het parlement, dan heb je 12. Ben je in de regering, ben je altijd in de regering. En dat was de bedoeling van mensen, maar time will tell. En dat is ook gebeurd. En toen is men anders gaan denken. Dus, wij gaan inderdaad als partij die 26 zetels moeten halen. Wij gaan ons daarop focussen, omdat dat de beste garantie biedt voor Suriname om inderdaad gericht te gaan naar die ontwikkeling. Dus de PHP gaat voor 26. Minimaal 26. Plus. En wij gaan dat halen. Oké. Okay. Meneer Djogi, de waarborgsom is gesteld op 750.000. Mm-hmm. En in het parlement was het een kisse-kisse, want u stelde zelf voor 1 miljoen. Mm. Hoe kijkt u nu daar tegenaan? Want het is wel heel veel geld voor een politieke partij om mee te kunnen doen, toch? Een politieke partij moet een duurzame vereniging zijn. En om daar een pikkie pleisani om even te gaan voor die verkiezing. Mm. En dan moet je inderdaad een paar guldens hebben om intern je dingen te kunnen organiseren. En inderdaad, want verkiezing kost geld. Verkiezing kost geld. Verkiezing kost miljoenen. En ik heb gezegd 1 miljoen. Met niet om mensen, voor mensen een drempel op te werpen, maar om ervoor te zorgen dat ook de staatskasse wat kan krijgen en je daarmee een deel van de onkosten van die verkiezing zou kunnen minimaliseren. Wanneer we hebben nu bijna 20, 25 politieke partijen. Dus als allemaal bij 1 miljoen, heb je al 25 miljoen. Dat is een hele ondersteuning voor de minister van Binnenlandse Zaken. Maar ik vind persoonlijk dat wanneer mensen moeite ermee hebben, misschien moesten we een beroepsinstantie hebben gemaakt ergens. Wanneer een politieke partij vindt minimaal pay, het is juist goed dat meer mensen deelnemen. Het is juist goed. Ik hoop niet dat die 750 een drempel zal vormen voor mensen. Toch? Als dat zo is, dan zal men dat moeten aangeven. En dan moet dat misschien bespreekbaar gemaakt worden. Het is geen wet van mede en persen. Wanneer de inzichten in die samenleving anders zijn. DNA is continu wetgeving, is een continu proces. Je maakt wetten, je wijzigt wetten, je verandert wetten. Dus wanneer er genoeg grondslag is en genoeg overtuiging is, dan moet er naar gekeken kunnen worden. Tot wanneer hebben de politieke partijen de tijd om daarnaar te kijken? Niemand is gebonden aan tijd. We moeten wel weten dat we nu al bezig zijn met de organisatie van de verkiezingen. En elke minuut dat een politieke partij laat is om een inzicht onderbouwd aan te geven, dat heel laat is inderdaad. Dus mensen, er is werk aan de winkel voor elke politieke partij. Meneer Djogi, de VHP zit in coalitieverband met de AMOB en de PL. De NPS die is vroegtijdig uitgestapt. Was het een goede samenwerking? De verkiezing van 2020 is een verkiezing geweest waar mensen op basis van een aantal inzichten hun stem hebben uitgebracht. En een van de inzichten was van luister, de NDP heeft het land vernietigd, we gaan niet voor de NDP stemmen. Maar wanneer op basis van dat inzicht de stemmen zijn uitgebracht en u hebt gezien, van de 51 zetels
zijn slechts 16 gegaan naar de NDP. Dat is niet eens een derde. De partij die 26 zetels had. Maar wanneer dat gebeurd is en je krijgt dan de formatieopdracht met 20 zetels, dan moet je daarmee rekening houden. En dan moet je ook rekening houden met wat is er over waarmee ik dan een coalitie ga kunnen vormen. En misschien hebben we gekozen voor de beste uit de slechtsten, maar je moest een regering vormen. En je moet iedereen het voordeel van de twijfel geven. En je moet bereid zijn met iedereen samen te werken. En in die samenwerking ga je zien wat knelt en wat niet knelt. Je gaat evalueren, je probeert. En daarom, ik heb bewondering voor die president, dat hij zoveel tijd stopt in praten. Hij stopt heel veel tijd in praten met coalitie, met coalitiepartners. Maar partner dan nu, de ABOPL, dat was gewoon als één partij. En praten is goed. We moeten met elkaar praten. Wanneer we onwetendheid is de bron van alle kwaad, heeft Socrates gezegd. Dus wanneer misschien er geen informatie is bij mensen van waarom iets gebeurt of moet gebeuren, dan moet je door te praten mensen overtuigen. En ik ben blij dat de president heel veel tijd en energie stopt in het praten. Niet alleen met onze partner de ABOP, maar ook met de vakbeweging, ook met de politiebond, met vele groepen in het land. En dat is nodig, omdat het land in een crisis is overgenomen en die crisis is nog niet voorbij. Het is een zware grote crisis. En daar moet je zoveel als mogelijk praten met mensen, uitleggen, laten ze begrijpen, laten ze meewerken, omdat wij samen die crisis gaan oplossen. Niet één persoon gaat die crisis oplossen. Eén persoon heeft de lead, dat is de president. Maar iedereen moet meewerken en dan gaan we uit de crisis komen. En daarvoor is het nodig dat we goed met elkaar communiceren en praten. Tijd investeren daarin. En dat gebeurt ook. Is de VHP geschaad of de regering geschaad door het vertrek van de NPS? Nee. Kijk, wanneer de NPS niet bereid is haar schouders te zetten in moeilijke tijden om die crisis op te lossen, dan kan je de NPS niet dwingen om in die regering te blijven. Wanneer voor de NPS alleen positie belangrijk is, dan kan je de NPS niet op een andere gedachte brengen dan wanneer je zoveel al hebt gesproken en men volhardt, dan take it or leave it. Dus ik denk niet dat het ons gaat. Misschien denken mensen dat het makkelijk is om oppositie te voeren en daarna zetels te verwerven. Zo is het niet. Je moet niet bang zijn om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. En laat mij u nog één ding zeggen. Bij de formatie van die regering heeft meneer Brunswijk gezegd van luister, we gaan zonder die NPS in die regering. Meneer Santokhi heeft gezegd, nee, we hebben een lange historie van samenwerking en ik wil de NPS erin hebben. Maar de NPS moet ook begrijpen dat de NPS 3 zetels heeft en geen 20. En dat de NPS naast de VHP mag staan, maar de NPS is geen VHP. Dat moeten ze wel weten. Ja, we hebben verdeeldheid gezien in deze regering. Want wanneer er zaken worden gerealiseerd, dan lijkt het wel alsof er twee regeringen zijn. Dan zegt de VHP-regering is mijn ding, dan zegt ABOP-regering is hun ding wanneer iets gedaan is door een minister van ABOP of een minister van de VHP. De president heeft bij het aantreden van dit kabinet aangegeven dat hij af wil van het systeem van dit ministerie is van mijn politieke partij, is van mij. Dat heeft hij gezegd. En wanneer de weg van Wanhati is recent, is meneer Tjongalanga bezig geweest met asfalteren toch? Ja, ja. En meneer Jogi woont niet daar, u woont daar ook niet daar. Toch? En wij hebben niet gezegd als openbare werken van luister, die weg gaat niet gedaan worden, omdat er misschien weinig mensen daar zijn die op u en mij lijken, of er daar weinig mensen zijn die hebben gestemd of zullen stemmen op de VHP. Wij hebben geen N in onze naam, maar wij zijn in onze doen en laten en denken de meest nationale partij in Suriname. Dat moet duidelijk zijn, uit onze handelingen, uit onze daden, onze denken. Dus wanneer in Marowijne
die brandweerkazerne wordt voltooid door openbare werken, hebben wij niet gezegd van waarom die brandweerkazerne van Saramaka niet. Het is nodig. Bekapsa. Zo zijn wij. Dus wat er gedaan wordt, wordt door die regering gedaan. En die regering bestaat nu uit de VHP, de ABOP en de Partij Loer. Zo is het. Als anderen, daar heb ik eerder gezegd, bepaalde mensen begonnen op de eerste dag iets campagne te voeren. Wij richten ons op die crisis. Wij richten ons op duurzame oplossing van vraagpunten die zich hebben aangediend. Campagne zullen we na 25 mei 24 maken, wanneer wij onze campagne gaan launchen, toch? Straks in mei in Olifant met 30.000, 40.000 mensen. We zien dus dat de verkiezingen naderen en we merken ook dus dat er mensen met een strafblad zich aandienen om verkiesbaar te worden gesteld. Hoe kijkt de VHP daar tegenaan? Het volk moet laten blijken dat ze moreel-ethisch een oriëntatie hebben, waaraan zij inhoud willen geven. Dat is aan het volk. Je kan 1000 wetten maken, maar het volk spreekt bij de verkiezingen. En dan kan het volk zeggen ja of nee. Zo simpel is dat. Er is een wetsvoorstel ingediend door de VHP-fractie, leden van de VHP-fractie, waar wij hebben aangegeven dat mensen met een strafblad zich niet verkiesbaar moeten stellen, althans dat zo'n lijst niet goedgekeurd moet worden. Dat is het minimale wat wij kunnen doen. Om zoiets goed te keuren heb je meer dan 20 mensen nodig. Maar wij hebben ons idee op papier ingediend in het parlement. Ik hoop dat dat wordt behandeld in het parlement. En laten we kijken welke politieke partij waar zit op de ladder. Hoe hoog en hoe laag. Als we kijken naar het huidige beleid dat thans uitgevoerd wordt door president Jan Santokki. Er wordt zoveel gezegd, pro's en contra's. Als je het een punt zou moeten geven, hoeveel zou je deze regering geven? Wat is het belangrijkste wat wij zouden moeten doen na de aanname van een land in zo'n crisis? Wat wij zouden moeten doen is namelijk nagaan hoe wij die crisis kunnen minimaliseren. Hoe wij mogelijkheden kunnen creëren, fundamenten kunnen leggen, een basis kunnen leggen om te gaan werken zodat we uit die crisis komen. Ik denk dat de president, er is kritiek op meneer Santokki, dat kan en ik heb u gezegd waarom ook. Iedereen kijkt naar de VHP. Wat doet de VHP? Wat doet de president? Hebt u mensen horen zeggen wat doet de vicepresident? Hebt u mensen horen zeggen wat doet meneer Somaharjo? Hebt u mensen horen zeggen wat doet meneer Rusland toen hij nog in de regering was? Iedereen kijkt naar de president. Omdat de VHP een partij is met een historische waarde. Een roemrijk verleden. Daarom kijkt iedereen naar de VHP. En daarom kijkt iedereen naar meneer Santokki en daarom is er kritiek. Dus een cijfer geven is misschien moeilijk, maar zeker een voldoende, omdat wij zien dat die herstel er is in die samenleving. We zien dat internationale instituten als de Wereldbank, de IDB, de Caribbean Development Bank en andere monetaire fonds, dat die mensen vertrouwen hebben in het beleid van die regering. Dat die mensen, de rating van Suriname is van beneden naar boven gegaan. Dat komt niet zomaar van de ene dag op de andere dag. Toch? Er is veel werk verzet. En voor dat werk moeten we die regering beoordelen. En dan is het een voldoende. Wanneer we kijken naar die koers, dan stabiliseert die koers zich ergens. Toch? Dat is het resultaat van arbeid van die regering. En daarvoor moet je die regering een voldoende geven. Wanneer u cliënt bent bij de Surinaamse bank, zegt de Surinaamse bank aan je van luister, je mag per maand $5000 bij me kopen. Dat is het resultaat van arbeid van 3,5 jaar regering Santokki. Dan moet je de regering daarvoor een voldoende geven. Wanneer wij in een situatie waren waar wij leningen konden aangaan in dit land voor 12% en 13%. En wij nu zijn gegaan naar een situatie waar je tegen lage rentes 1,2%, 1,3% geld kan lenen bij de IDB of ergens om dingen te doen in je land, dan is dat gekomen omdat er gewerkt is. Vertrouwen is er gecreëerd. Toch? En daarvoor moet je een voldoende geven. Toch? Het is waar. Dat de Sandiri na Winkri. Dat is waar. Toch?
En daarnaar moet er ook gekeken worden. En ik persoonlijk vind dat dat ding van voetbasket niet werkt. Dat is mijn mening. Het moet anders. Je moet dingen niet gratis geven. Dat wordt ook niet gedaan nu. Maar je moet voldoende goederen hebben in de winkels. Door interventie van die regering. Dat mensen wel goedkoop spullen kunnen kopen. En dat moet kunnen. Dat moet kunnen. En we zien dat de monetaire reserve bij de centrale bank van negatief 60 miljoen is gegaan naar bijkans 1 miljard of meer. Dat zijn allemaal positieve dingen. Toch? Dus daarvoor ook zou je een voldoende moeten geven aan die regering. We hebben targets gehaald. En er is voorkomen geworden dat we geblacklist zijn. Toch? Dat mensen begrijpen niet wat voor dilemma en wat voor probleem dat zich met zich zou meebrengen wanneer dat gebeurd was. Toch? We zien dat de rechtsstaat leeft. We zien dat de rechtsstaat leeft. Iedereen mag kritiek leveren. Mensen mogen de president uitschelden. Toch? Mensen mogen de president naar de PG brengen. De rechtsstaat leeft. Dat is een positief ding. Toch? Mensen mogen gebruik maken van hun rechten. Alleen moeten ze niet overdrijven binnen iedereen's verantwoordelijkheid. Toch? Dus ook daarvoor moet je die regering een pluspunt geven. Ik denk dat we de regering een goede voldoende moeten geven. Voor de basis die de regering heeft gelegd, maar ook voor wat zich aandient, zoals ik heb opgesomd hier, voor die samenleving. Ik ben niet tevreden met de ondersteuning die de reisboeren krijgen. Ik ben niet tevreden met die 1800 gulden steun. Dat moet beter. Dat ding moet helemaal uitgekampt worden. Wie krijgt wel en wie krijgt niet. En wie krijgt onrechtmatig en wie krijgt niet. Al die dingen moeten goed op een rijtje gezet worden. Zij die nog moeten krijgen, moeten krijgen. De president heeft gezegd, iedereen boven 60 moet krijgen. Dus om lukken dan kimpjes aan dat hij, bij de medische sector, de president heeft bij de indiening van zijn begroting, welke goedgekeurd is, aangegeven. Dat de focus zal liggen op veiligheid bijvoorbeeld. De focus zal liggen op infrastructuur, op productie. Dat de focus zal liggen op gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat de president, althans dat concludeer ik, dat de president van mening is dat die dingen niet zo geweldig gaan en dat daarin geïnvesteerd moet worden. En ik hoop inderdaad dus dat die investering gepleegd moet worden. Ten aanzien van het buitenlands beleid zien wij dat de president, het gaan van de president naar het buitenland en praten met de directrice van het IMF, heeft vruchten afgeworpen. Er is begrip ontstaan. De mensen zijn hier geweest. Ze zijn zelfs naar de buurten gegaan om te zien hoe mensen leven en onder welke druk die regering moet handelen, werken en besturen. En mensen hebben dat begrepen. We hebben na een jaar stilstand bij het IMF enkele refus daarna continu gehaald. Dat is positief. Dat is voor die samenleving. Toch? De president is gegaan naar de Arabische Emiraten. De mensen hebben ons steun toegezegd. En die steun komt ook. Dus ik denk dat met regering Santokhi de positie van Suriname veel beter is geworden. Nationaal en internationaal, dat financieel-economisch het veel beter gaat met Suriname, dat we een zekere mate van stabiliteit hebben bereikt, we zijn er nog niet, dat we op microniveau deze 15 maanden, 16 maanden hard moeten gaan werken, zodat die samenleving inderdaad ziet van meneer Santokhi, Eurokogiunu, we hebben offers gebracht, maar Luku Trase, Ilukunu, en we kunnen een beetje lachen. Oké, we weten meneer Jogi dat er verschillende zaken aan de orde zijn gebracht. Soms onsmakelijk, soms goede zaken. En dan kijk ik richting de kwestie van Pan American Case. We hebben ook, onlangs zijn we geconfronteerd geworden met de aankoop van Hotel Babylon door de overheid, voor het ministerie van Arbeid. En wat ik ook nog wilde vragen, we horen ook niks meer over de kwestie van de SLM, de Haan en de heer Prenoep. Misschien dat u ons wat uitleg daarover kan geven. Ik ben geen regering. Ik ben coalitie. Maar je maakt deel uit daarvan. En laat me u aangeven. Ten aanzien van de case Panem wil ik kort zijn. De zaak is bij het Openbaar Ministerie in behandeling. En ik denk dat we het Openbaar Ministerie al ruimte moeten bieden. Met de man doet een recommendatie. Ten aanzien van Babylon, de minister van Arbeid heeft uit de doeken gedaan. Het hele proces van begin tot eind. En iedereen zat in de zaal. Ook de mensen van de oppositie zaten in de zaal en niemand heeft zijn mond opengemaakt. Toch? Ik denk dat het de minister gelukt is om inderdaad
een goed verhaal, een eerlijk verhaal voor te houden aan het parlement. En het parlement was tevreden. En mocht het zo zijn dat mensen nog vragen hebben, dan denk ik dat de regering daar is om aanvullende informatie te geven. Met betrekking tot de kwestie van SLM. Laat mij eens aangeven dat wij niet moeten vergeten wat de situatie bij de SLM is geweest. Ook wanneer deze regering aantreedt. We zaten voor een uitdaging. Enorme uitdaging. En het is meneer Santokki geweest die door is gegaan en door is gegaan en door is gegaan en door is gegaan. En een keertje zei hij ook van dit is de laatste interventie die ik pleeg dan minum amoro. Hij is tot het uiterste gegaan. En alles wat we dachten dat goed was, is ingezet. Is dat ino de ino ama atito? Nee. Dus je weet niet of de haan wil vliegen of niet wil vliegen. Dat weet je niet. Dus in elk geval is het zo dat de SLM nog bestaat. In elk geval is het zo dat de SLM vliegt. In elk geval is het zo dat het vertrouwen van het reizend publiek in de SLM terug is gebracht. Ik denk dat we ook naar die dingen moeten kijken. Want dat zijn resultaten. En het zijn resultaten die erg belangrijk zijn. Waarmee wij verder moeten gaan. En natuurlijk, als meneer Haan iets heeft gedaan en meneer Pronoep iets heeft gedaan. Ik blijf erbij. Mek de man poddens aan de openbaar ministerie. Mek de man goloko den tori. Ik zeg niet, stop het in de ijskas. Toch? Maar SLM bestaat nog. En laten we SLM koesteren. Het aantal werknemers bij SLM. In Air India, Tata heeft dat overgenomen, vliegt gemiddeld met 80 mensen op één vliegtuig. Hier hadden we 800 mensen in dienst met bijna 0 vliegtuigen. Toch? Het is een beetje teruggebracht naar 450 mensen met 2 of 3 kisten. Ik denk dat het de goede kant op gaat. De uitdagingen zijn er nog. En weet u, ons grootste probleem is, en want we nou lobbying, maar moet ik. We moeten in dit land mensen leren om te werken. We moeten in dit land mensen niet leren om de handen op te houden. De tijd van Bacau Tere en Agu Tere moet voorgoed voorbij zijn in dit land. Dat heeft ons verpest. Koolerdes maar voorkomen. Als iedereen voor zichzelf kan zorgen in het land, dan hebben we minder problemen. Dan kan die overheid zich gaan zorgen, focussen op wat zij moet doen. Gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs, infrastructuur. Maar Unulek Borgo, wij moeten ons best doen om voor onszelf en om voor ons gezin te kunnen zorgen. En natuurlijk in alle kondre ade zo. Dat kwam toen smade aan om man. Dat land in Lukude mandati. Land in Lukude mandati. Maar als 50% van de mensen in Suriname, heb ik begrepen van meneer Hardew Ramadine. En die informatie heeft hij uit een wetenschappelijke document. Dat 50% van die mensen in Suriname lijden aan obesitas, overgewicht. Dat was aan Ubuntu. Ik wil het daarbij laten. Ik wil u toch een korte vraag stellen. We hebben gehad die rechtszaak van meneer Bouters. Hij is veroordeeld. En alles is achter de rug veroordeeld. Maar we hebben gezien geen gevangenneming gelast. En na dezelfde dag merk je dat hij verdwenen is. Wie moeten wij de schuld in de schoenen schuiven bij zoiets? Recent hebben mensen een brief geschreven, ook de NDP-fractie, om bepaalde dingen te onderzoeken. Het duurt te lang. Ik heb gezegd in het interview, ik heb de NDP-fractie nooit horen praten over het proces van meneer Bouters dat 20 lang jaren heeft geduurd. En zij hebben nooit een brief geschreven naar welke instantie dan ook om het proces te versnellen. Misschien moet de NDP-fractie nu een brief schrijven naar het Openbaar Ministerie om te vragen waar Bouters is en wanneer Bouters opgepakt moet worden. Ja, dat is een goed antwoord. Oké, we zien ook dus dat de criminaliteit hoogtij viert. En je merkt heel weinig dat er gedaan wordt om die criminaliteit in te dammen. Maar het gaat van dag tot dag. Vooral oudere mensen die zijn de dupe daarvan. Ze worden beroofd in hun slaap en meer van dat soort dingen, mishandeld en zo. Wat doet het ministerie van Justitie en Politie daarvoor? Het is waar wat u zegt. De criminaliteit is opvallend. En haast elke dag in de media
leest u dat, je hoort mensen erover praten, overvallen, meedogenloos. En we zitten natuurlijk met wat beperkingen financieel, maar u ziet ook dat die president bezig is, en daar heeft hij soms ook tegenstand, bezig is het korps te organiseren, beter te organiseren, omdat je een goede korps moet hebben. En de leiding van het korps wordt anders, maar ik hoop ook dat wervingscriteria bij de politie, maar niet alleen bij de politie, ook bij de andere machten, de douane, de cipiers, bij brandweer, dat wervingscriteria opnieuw worden vastgesteld en toelatingseisen opnieuw worden vastgesteld. Dat gaat ook helpen en maken dat we een betere korps hebben, omdat wanneer een voorzitter van een bond zwaait met euro's in een bar, vraag ik mezelf af of een officier bij de politie dat moet doen en welke opleiding dat is en welk voorbeeld dat is en hoe dat is. En deze dingen nemen het gevoel weg, het vertrouwen weg. En wanneer dat gebeurt, dat erodeert, dan gaan zij die kwaad willen plegen, gemotiveerd zijn en kansen zien om kwaad te plegen. Dus die hele wervings- en selectieprocedure bij de politie, bij de andere diensten, moeten we anders doen. Maar inderdaad ziet u dat de president wat doet om de leiding van het korps beter te laten zijn, met goede mensen, met betere mensen, maar we zijn er nog niet. En ik hoop dan, zoals de president heeft aangegeven, dit jaar te gaan werken aan veiligheid, aan gezondheidszorg, aan productie, aan infrastructuur, dat inderdaad die dingen serieus aangepakt worden en dat we de resultaten hebben voor die samenleving. We zijn onlangs weer geconfronteerd met een drugszaak. Hè? We hebben gezien dus dat een vliegtuig met meer dan 600 kilo er vandoor gaat. We hebben tegelijkertijd gezien dat er een magazijn in Nikeri ook in vlam stond, ook met zoveel kilo's aan drugs. Wat doen we daarmee? Zorgelijk, erg zorgelijke situatie dat dit gebeurt, dat we dit zien. En dit betekent dus dat we als land, als politie, als veiligheidsdiensten een beetje achterlopen. En we moeten die achterstanden inhalen, omdat het gaat niet alleen om wat we hebben gevonden en hebben onderschept. Het gaat om de imago van Suriname. Ja, precies. Het gaat om de imago van de SLM. Van hoe kan in een vliegtuig 600 kilo drugs ingeladen worden als het zo is? Hoe kan dat? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft meegewerkt? Waar waren de honden? Sliepen ze? Waar waren de andere diensten? Het is een bijzonder zorgelijke situatie. En ik hoop dus, we gaan ook hierover vragen stellen in het parlement. Ik ga dat zeker doen. Want we willen duiden. We gaan niet zitten op de stoel van het Openbaar Ministerie. Want nee. De samenleving heeft recht op informatie van hoe zijn bepaalde dingen gebeurd. Hoe kon dat? Hoe kon dat? Dat moeten we weten. Zeker die van dat andere van Nikeri ook. Maar zeker die van SLM van... Vijf kan tot 600 kilo in een vliegtuig, dan een manushi. Dat is echt opmerkelijk hoor, meneer Jogi. Nee, is niet goed. Er is werk aan de winkel. U hebt helemaal gelijk, er is werk aan de winkel. En dit zijn zaken die ons kapot maken als land. Ons imago schaden, maar ook van onze korpsen. En dat is niet goed. Er moet met man en macht eraan gewerkt worden. Meneer Jogi, ik weet dat u zich altijd ook sterk heeft gemaakt voor de agrarische sector. Als we kijken naar alles eromheen wat agrariërs betreft. Is er genoeg gedaan op dit gebied naar uw mening? Nee, ik ben eerlijk. Ik vind dat er veel meer gedaan moet worden. En kijkt u maar, we zitten al 3 jaar. En wat ik moet zeggen, zeg ik. Als mensen boos willen worden, mogen ze boos worden, ook in mijn eigen partij. Ik heb niks te maken daarmee. We zitten al 3,5 jaar als regering. Ja. En je kan de pompen van Wakai nog steeds niet vernieuwen. Die andere mensen hebben het niet gedaan in die 20 jaar. Maar jij kon het wel doen, toch? En als je het niet hebt gedaan in 3,5 jaar, moet je het wel binnen die 5 jaar doen. Die pomp van Wageningen, hetzelfde.
tot nu toe als aan Nidrai. We hebben in 2007 gehad het Agrarisch Kredietfonds. Ik heb gestaan voor de spiegel gestoeld, ik had gesproken, ik heb ze gezegd. En dat ding is gekomen. En de regering Bouterse, Asanowa Kaboom, de Mastop Asani, staatsbesluit ingetrokken, AKF. Wanneer we aantreden, geef ik twee staatsbesluiten aan meneer Santoki. Eén, de oprichting van AKF, de andere was de stopzetting van AKF. We moeten dat ding terugbrengen. Inderdaad, er is gewerkt, er is NOVA gekomen. Toen we NOVA hebben behandeld in het parlement, was het de bedoeling dat NOVA zou gaan naar de VCB-bank, omdat de VCB-bank overal in het land afdelingen en filialen heeft. Want NOVA is niet alleen gemaakt voor Paramaribo, Wanikapsaramaka, het is voor het hele land, voor alle agrariërs. En je gaat iemand van Stuurmeer niet vragen om naar Paramaribo te komen bij Trustbank Amana. Maar die kon wel in zijn buurt bij VCB, bij een filiaal, zijn dingen gaan doen. Dus daar zie je alvast dat die opzet verkeerd is geweest in de uitvoering. Ik durf dat te zeggen. En heel veel mensen klagen. Ik ben vaak in Nikeri. Ik bedoel, als iemand 100.000 wil lenen om zijn tractor te repareren, om het ready te maken voor het volgende seizoen, waarom moet hij 12 maanden wachten voor zo'n kleine lening? Het moet snel kunnen gebeuren. Dat was de bedoeling. Om mensen te helpen. Dus op dat vlak loopt het ook niet zo goed. Toch? De agrarische infrastructuur. Zeker, we hebben 16, 17 pompen. Die liggen bij openbare werken. Die liggen bij LVV. Al jaren, 20 jaar, 18 jaar. En geen van de pompen zijn in de afgelopen 3,5 jaar geplaatst. Toch? We hebben enorme droogte. En mensen hebben problemen. Er is geen aanvoer van water. Niet alleen in Nikeri, maar primair daar. Maar ook in andere districten. Dus ik denk dat we veel meer moeten doen aan het agrarisch beleid. We hebben olie en gas gevonden, maar wandiao klari. En eten is belangrijk voor iedereen in de wereld. Iedereen moet eten. Wij hebben vruchtbare grond, we hebben water, we hebben zonlicht. Ik denk dat als we deze dingen goed inzetten en omzetten in beleid, dat we resultaat kunnen boeken. Agrarisch beleid moet veel en veel beter. Als we naar al dit soort zaken kijken, hoeven we niet te pinaren in dit land, hè? Want we hebben van alles. Alles wat je in de grond stopt, die groeit. Ik heb u gezegd toch, dat we in dit land in staat moeten zijn om op zijn minst voor onszelf te kunnen zorgen. Daarvoor moeten we willen werken. Ja. Oké, okay, meneer Jogi, welke garanties biedt de VAP de bevolking, hè? Dat wanneer ze zetels zal behalen bij de komende verkiezingen, dat ze het anders gaan aanpakken? Suriname wordt veel beter dan het vandaag is. Mm-hmm. Er zal toekomst zijn voor iedereen in het land. Er zal gelijkheid zijn. Recht en wet zal zich vieren. Veiligheid zal er zijn. Criminaliteit zal aangepakt worden. U gaat kunnen studeren. U gaat een toekomst hebben. Ondernemers kunnen rekenen op de VHP. Op het beleid van de VHP. Toch? Het zal veel beter gaan met Suriname dan het vandaag gaat met Suriname. De VHP betekent garantie voor ontwikkeling, voor vooruitgang, voor ondernemerschap, voor zekerheid en voor veel meer. Daarom moeten ze stemmen op de VHP. En die 26 zetels hebben we nodig. Oké, okay, vaak wordt gezegd dat de VHP ook behoort tot de oude politieke partijen. Nee, de VHP is de partij met kennis en wijsheid. En om wijsheid te hebben, moet je een paar jaren jong zijn, ja. Want dat kind van de kleuterklas heeft minder wijsheid, omdat hij minder kennis heeft. Maar dat kind van de zesde klas een beetje beter. En zij die op de ADEC zijn afgestudeerd een beetje meer. De VHP is afgestudeerd op de ADEC. De VHP is geen oude partij. Het is een partij met kennis en wijsheid. We hebben een roemrijk verleden van 75 jaar. En ik begon u aan te geven, 28 juni 1947, hoe het begon en waar het begon. Dus er is werk aan de winkel om de jongeren zodanig ver te krijgen. Jongeren moeten zich blindelings aansluiten bij de VHP. Dat is hun garantie voor de toekomst. Ja, want ze vragen zich af, waarom moet ik nog geloof hebben? Je moet geloof hebben. Als de heer Santoki geen president zou zijn van dit land, Kodraya San even. Mm-hmm. Als de VHP die 20 zetels niet had gehaald, waar was de koers vandaag? Hoe zou het gesteld zijn met de armoede in dit land? Hoe zou het gesteld zijn
met het herschikken en rangschikken van de leningen in dit land. Hoe zou het gesteld zijn met de concessional loans die we kregen, die ondersteuning die we kregen van buiten? U weet, een keertje heeft een leider in dit land gezegd, al gaan we zand verkopen, we gaan dit land regeren. De VHP heeft dit land nooit geregeerd naar een situatie waarbij het nodig is geweest om die uitspraak te doen. If Santokino Bende president, wat zou er gebeuren vandaag in dit land? Kodrayatiki. En laten we dat analyseren. Misschien een beetje onsmakelijke vraag voor jou. Wat heeft Mahinder Jogi voor dit land gedaan dat mensen nog geloof moeten hebben in hem? Ik ben eerlijk en werk hard. En kom op voor de mensen in Suriname. En ik heb een warm hart, zeker voor die agrarische sector, voor ondernemerschap. En u hoeft mij daarover te praten. Ja. Dus in elk geval doet Mahinder Jogi zijn uiterste best naar eer en vermogen. En in de toekomst, is er een samenwerking opkomst tussen VHP en NDP? Weet u, de PNR is de grootste vijand geweest politiek van de NPS. En 1969, 73 is de VHP aan de macht geweest met de PNP. En daarna hebben mensen zich gebundeld tegen de VHP. En ook de NPS en de PNR zijn gaan samenwerken. Omdat er een doel was. En dat was om de VHP te verslaan. Wanneer wij een doel voor ogen hebben om Suriname tot ontwikkeling te brengen, dit land op grotere hoogtes te brengen, die samenleving te dienen, de mogelijkheden te bieden, perspectief te bieden, toekomst te bieden, zekerheid te bieden, dan moeten we samenwerking niet uitsluiten. Oké. Dus dat is het antwoord. Oké, meneer Jogi, heel hartelijk dank voor de antwoorden gegeven tijdens dit programma. En we hopen dus dat de samenleving er veel van zal opsteken en goede nota van hebben. Lieve mensen, dat was het dan weer voor vandaag. Wat betreft de tafel, onze gast was niemand anders dan de heer Mahinder Jogi. En hij heeft goed uit de zaken, uit de doeken gedaan hoe en wat de VHP ervoor staat en hoe het land Suriname ervoor staat. En dat de VHP het enigste doel is voor deze samenleving, willen zij uit de blubber geraken. Hij blijft erbij dat de VHP het alternatief is voor Suriname. Lieve mensen, het is weer keer op keer dat ik het zeg, dat ons land Suriname verdient integere leiders. En jouw stem zorgt daarvoor. Jouw stem zal ervoor moeten zorgen dat op 25 mei 2025 Suriname naar grotere hoogtes zal worden gebracht. Ik ben Joyce Abdullakan. De Tafel, die is een productie van Suriname Herald en Razoniek Televisie. Ik bedank u voor uw aandacht en begroeten u tot de volgende keer. Dadah!